Hallo kijkers, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag wou ik een beetje laten zien van alle dingetjes met het execute command in Minecraft. Dus ja, wat ik eerst zal doen is eventjes wat targets maken. Zo, ik heb dus twee targets gemaakt. Hier hebben we een armor stand met de tag A en hier eentje met B. Dus als ik ergens heb staan, dus bijvoorbeeld zo, dan is dit dus, dan ga ik bij die armor stand. En als B is bij die armor stand. Maar ja, dan gaan we nu bij het execute command kijken. Ik ga het een beetje met de tab ding doen en dan gewoon alles bij de tab doen. Nou, align, dat is dat het een blok in het midden komt eigenlijk. Dus bijvoorbeeld, wat ik nu heb is dat hij bij me particle maakt, zo, en je ziet nu, ik zit niet in het midden van het blok, maar misschien wil je om een of andere reden dat het in het midden van het blok zit, dus dan doe je align, dan alleen in de x, wat, dus hier zie je dan de x, y en z richtingen hebben, dus zie je hier ook. Nu doet hij het alleen bij de x, dus zo, nu doet hij het daar op de rand van het blok. Kijk, al kunnen we x, y, z doen. Dan komt het helemaal op de rand daar. Maar je ziet, hij doet het niet in het midden van het blok. Hij doet het op de randen. Dus wat je dan zou doen, bijvoorbeeld, is... Kijk, dit gaat allemaal naar de positieve kanten. Ga als naar midden doen. Bij elke dan een positief... een half blok in die richting. En dan gaat het nu precies in het midden van dit blok. Ook als we hier staan, bijvoorbeeld hier zo ergens, komt elke keer precies in het midden van het blok waar we dan op dat moment staan. Dan de volgende. Anchored, dat is vanaf de ogen of de voeten van een entity, dat anchored eyes. Anchored feet is gewoon het normale, maar als we F3 plus B doen, krijg je de hitboxen te zien. Zie je deze rode lijn? Dat is waar de ogen zijn. S is de als welke entity het is, dus van... Bijvoorbeeld, ik zou hier iets typen, zo. Dan, kijk, dan is dit van mij. Dus als ik iets typ, weet hij van, oh, dat heeft, heeft een speler, ja, ik heb het getypt. Dus, maar als we dus het CG doen, krijgen we het G. En dan het is dus de naam van het commandblok. Maar als we execute as gerben doen, dan run, dan ziet het command het als dat ik het command heb getypt. Dus nu zie je van, dan komt het vanaf mij. Dit kan je ook dan bijvoorbeeld doen om later te gebruiken met dus bijvoorbeeld zo, en dan kan je later het as doen. En dat is dus wat je hier als S hebt. Dat is gewoon altijd dan die, ja. Dat is, en dat is best handig als je de hele tijd ergens opnieuw wil naartoe komen. Dan hebben we at. En dat is als, ja, dat is vanaf de plek van een entity. Bij S is het alleen dat het lijkt alsof dit is getypt, maar dan is het nog steeds op dezelfde... op de plek van het commandblok. Maar met add, dan is het dat de commandblok het activeert, maar dan dat het bij die entity is. Dus dan kan je bijvoorbeeld dus tag is A, run zblok dirt. En als we dat activeren, zie je dat er daar in het blok waar A zit komt een dirtblok. Dan facing is naar een bepaalde entity kijkend. Dus kunnen we bijvoorbeeld doen add all
entity tag is A. En dan dat facing betekent niet dat hij er ook echt heen kijkt, maar dan doet hij het command alsof hij daarheen kijkt. Dus dan kunnen we doen facing. En dat kan een coördinaat zijn of het kan een entity zijn. Dus dat doen we dan naar B. En dan kunnen we hier weer kiezen van willen we dat hij dan kijkt naar de ogen of naar de voeten. Dan doen we wel eventjes de voeten, want dat is gewoon van de onderkant. Dan run setblok en dan waar hij heen kijkt. Drie blokken naar waar hij heen kijkt. Dirt. Dan gaat hij als het goed is zo en dan drie blokken hier naar voren. Dus daar ongeveer. En eens te zien. Kijk. Dat is wat er is gebeurd. Dus zo. Gaan we nu naar het volgende. If. Dit is van als gewoon eigenlijk. Dus bijvoorbeeld kan als een entity tag is B. Als en dan kunnen we bijvoorbeeld run CG doen. Zal ik maar even doen. Kijk, nu zegt die G, want B bestaat. Maar als we B zouden weghalen, wat ik nu even niet ga doen, dan zou dit niet doorgaan. Dan hebben we ook nog het volgende, een les. En dat is gewoon behalve. Dus als het, dus als die juist niet bestaat, dan doet hij het wel. Dus kan je ook bijvoorbeeld score doen en dan kan je de score van bijvoorbeeld A en dat moet altijd limit 1 zijn en dan kan je dus het objective doen, alleen ik heb nu geen scores op dit moment, dus objective dan kan je dus bijvoorbeeld groter en dan vanaf een andere, maar als je bijvoorbeeld wilt dat het een nummer is, moet je altijd matches en dan kan je bijvoorbeeld 4 doen, maar als je wilt dat het 4 of minder is, kan je punt punt 4 doen, of is dit ja, of is het gewoon minder dan 4, ik weet het niet meer precies, maar ja. Dan dit predicate is bijvoorbeeld deel van datapacks. Daar ga ik dit keer niet op in verder. Dan in is in welke dimensie het doet. Dus bijvoorbeeld nu is het commandblok in de overworld. Dus dan zou hij het in de overworld doen. Maar bijvoorbeeld we willen dat hij het doet als in de end. Dan doen we deze. En dan als we dus bijvoorbeeld run tps doen bijvoorbeeld, dan teleporteert hij de end in. Dan de volgende is positioned. En dit is zowel, dit is, kan je een plek nemen. Dus bijvoorbeeld kan ook relatief zijn of zo. Maar dan kan je ook s doen. En je denkt misschien, waarom kan je dat niet gewoon add? Maar positioned is anders in dat het dan wel de positie neemt, maar niet de manier hoe het is gedraaid. Dat hebben we dan weer bijvoorbeeld met rotated. Is ook weer zoiets. Dat is dan niet de positie, maar wel de manier hoe het is gedraaid. Dan hebben we run. Dat is gewoon wanneer het doorgaat naar het uiteindelijke command. Dus dat is als je al deze onzin hebt uitgedaan. Dus bijvoorbeeld je hebt gespecificeerd dat het bij de speler moet. En dan wil je al een blok gaan zetten. Dus dat is het uiteindelijke command. En dan doe je dat dan na run. Zo. Dan doen we store. Dat is de laatste zal ik maar doen. En die is wat ingewikkelder. Dus dan kan je result doen, zal ik nu maar doen. En dat is eerst moet je dan zetten van waar die de data in gaat opslaan. Dus bijvoorbeeld een entity willen we dat de data heen ingaat. Dus bijvoorbeeld doen we tag is
Tenminste, nee, we doen maar tags B. En dit is weer zo'n eentje dat je maar één entity kan hebben. Dus doen we maar limit 1. Dus dan zou je bijvoorbeeld ash all entity dan het ash kunnen doen, bijvoorbeeld. Dan zou het dan doe je eigenlijk meerdere, maar hij telt het alsnog als eentje maar. Dus zo. Dan neem je het path. Dus dat is gewoon. Ik zal eventjes de data van B nemen. Eventjes kijken. En dan zie je dus al deze dingetjes in de MBT data. Dit is wat we dan willen. Dus bijvoorbeeld, we doen eventjes data merge entity. Alvast doen we dit eventjes. Doen we even A. No base plate 1. Kijk, dus je ziet nu, hij heeft geen base plate. Deze nog wel, zie je het verschil. Dus ja, dat is een voorbeeld van een path. Dus dan zou je gewoon eens zien. Hoe was het ook weer met hoofdletters? No base plate. En dan zie je deze letters achter de getallen. En dat is. Ja, ik weet de naam er eigenlijk niet voor. Maar dus bijvoorbeeld no base plate is een B. En dat is dus een byte. Want dan kan je hier gewoon, dat is de eerste letter. De enige met die eerste letter. Dan doe je nu een scale. En dat is dan bijvoorbeeld voor afronden kan je dat gebruiken. Of het getal iets veranderen. Ja, maar nu is het gewoon een 0 en een 1 kan het gewoon zijn. Dus doe ik maar gewoon 1. En dan run data. En dan in het run gedeelte krijg je je informatie. Dus je neemt van de achter dit neem je informatie en dan stop je dan hierin. Dus run data get all entity tag is a, limit is 1. En dan neem je ook weer een target path. Dus nu doen we weer no base plate. En dan nog weer een scale. En de scale is dat het dan, als je het keer elkaar doet, 1 is. Dus nu is het gewoon 0 of 1 kan eruit komen. Dus dan 1 keer 1 is 1. En als het getal hier 1 is, dan blijft het dus hetzelfde. Maar als je specifieker wilt zijn met het nummer, dus bijvoorbeeld met een motion tag, zoals ik in mijn vorige video deed, kan je 0.001 voor de eerste doen en dan 1000 voor de tweede. En als je dat dan keer elkaar doet, dan wordt dat weer 1. Maar bijvoorbeeld je wilt dat het getal dan twee keer zo groot wordt, maak je dit 2000. Wordt het dus 2, dus dan wordt wat je eruit krijgt twee keer zo groot als wat je erin doet. Als dat, ik hoop dat dat goed uitgelegd is. Dus als we dit nou activeren, neemt hij de base plate value, dus het result van wat hij er dus uitkrijgt. Dan neemt hij de base plate value van A, die op dit moment 1 is, dat hij het dus niet heeft. En dan doet hij dat in B, en die heeft het dus wel. Dus als het goed is, als we dit activeren, neemt hij deze, dat hij het dus niet heeft, en dan kopieert hij het naar die. Dus activeren we het. En je ziet, hij heeft inderdaad geen baseplate meer. En als we het nou doen met A, als we die nou wel een baseplate geven, weer doen, wordt het dus weer ook naar B gekopieerd. Dan hebben we nog wat andere dingen. Dus nu had ik entity gedaan hier zo, maar het kan ook blok zijn. Dus dat is gewoon het blok, dus dan moet je je coördinaten kiezen als target. En dan je path, dus dat is voor blok entities, zoals bijvoorbeeld een kist of zoiets, die heeft ook MBT. Dan kan je bosbar hebben, entity, dat is wat we zo net deden, score.
En storage. Wat je trouwens moet doen, bijvoorbeeld voor iets wat meerdere getallen heeft. Dus ik zal hierboven gaan. Als ik eventjes... Dus ik kan vinden. Hier zo. Post. Die je ziet, die heeft meerdere nummers. 3 erachter. Dus dan zou je dan bijvoorbeeld het zo doen. Post. En dan 0, 1 of 2. En dan dubbel. En dat is dan 0 is x, 1 is y, 2 is z. Ja, je hebt hier nog iets. Succes. En dat is gewoon 0 of 1 komt eruit. En dat is, ja, of het is volbracht. Dus, ja, dat hoef ik denk ik niet uit te leggen. Dat kan je zelf denk ik wel doen. En een les hadden we al uitgelegd, of niet? Dus dat was alles. Ja, dus hopelijk vonden jullie het een goede uitleg. Als je iets niet snapt, dan kan je dat uiteraard gewoon in de comments vragen. Maar ja, vonden jullie het nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien? Druk dan het abonneerknopje. En ja, doei!